De uitvoering van de CAO is nog steeds een probleem voor de werknemers van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Vandaar dat ze vandaag 2 bussen vol dan ook zijn gekomen bij waarnemend president Ronnie Brunswijk, waar zij dan een gesprek hebben gevoerd met de VP. De pers die had er een vraaggesprek met de bondsvoorzitter, en dat is dan Marcia Klumper, die dan aangeeft waar de schoen wringt, waarom zij vandaag de stap hebben gemaakt richting waarnemend president Ronnie Brunswijk. En verder spraken wij met 2 werknemers van de SLM en vroegen aan hun over de heersende situatie bij SLM. Vervolgens hebben wij dan gehad de vicepresident die hun kort te woord heeft gestaan en heeft aangegeven dat er gewerkt zal moeten worden naar een oplossing. De vliegmaatschappij of de sector, de concurrentie daar is heel erg groot. En zodra de concurrent dus zal inzien dat er wat happert aan het andere bedrijf, zullen zij gauw daarop inspelen. Vandaar dat dan de groep ook een afvaardiging uit de groep dan ook een gesprek heeft gehad met waarnemend president Ronnie Brunswijk. Wij voeren nu naar het volgende verslag. Wachten u en uw delegatie. Ik zal even met hem afstemmen om te zeggen dus dat u er bent met uw delegatie. Ja. En u zult dus een petitie indienen? Nee, geen petitie. We willen met hem praten. U wilt praten? Ja. Is het... maar dan gaan we niet iedereen naar boven kunnen brengen waarschijnlijk. Dat. We weten dat. Ah, bon. Dus het gaat dus niet meer zozeer om de petitie, maar meer dat we zitten. Een gesprek met de VP hebben. Want tak zei pas sekumizuno. Oké. Dus we willen in-depth en we begrijpen dat je niet alles gaat zeggen in die media. Mm-hmm. Dus we willen met hem praten. Oké. Okay. En natuurlijk ligt het ook aan hem om dan te kiezen ervoor om het personeel toe te spreken, want dit is maar weer. Oké. Okay. Ik heb begrepen dat er was een vonnis vanmorgen. Ja. Oké, dan bespreken we dat zo meteen. Zo, yes. Yes, goed. Ja. Dank je wel. Zo, Klumper. Ja, Sana de... Ja. Ik zal even Ja, Sana de Sansai Queensunu. Nou, aangegeven in onze persconferentie. Zaken gaan niet goed. De mensen zijn onderbetaald. Er is geen zicht op wanneer ze hun juiste lonen uitgekeerd krijgen. De issues met de pensioenen. Daarna zijn er ook nog personele issues hoor. De manier waarop er met het personeel wordt omgesprongen. Je hebt geen doorgroeimogelijkheid. De mensen zijn hier. Neemt u die vrijheid. Laten zij zelf zeggen wat ze hindert binnen die SLM. Dus die vrijheid heeft u. U kunt ze interviewen. Na de persconferentie die jullie hadden, is er niets veranderd? Nee. Jammer genoeg niet. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die wij hebben geboden om met elkaar te communiceren. Zonder concrete voorstellen. Je kan me uitnodigen, maar de tijd voor ons om te komen zitten praten om het praten is voorbij. De mensen willen weten welke richting ze opgaan. En dat moet je concreet aanbieden. En dat is er nu niet. Maar de relatie tussen de bond en de leiding van de SLM na de persconferentie, is dat allemaal verbeterd of juist verslechterd? Nou, het is in principe stationair gebleven. Toch, want als je niet met elkaar hebt kunnen communiceren, je bent maar mektrobi. Maar je hebt het ook niet kunnen goedmaken. Dus het is hetzelfde gebleven. En een persbericht van de SLM zelf is naar voren gekomen. Of hebben ze aangegeven dat de informatie op die persconferentie verstrekt niet correct is. Hoe gaat u daarop? Laten zij aangeven wat niet correct is. Dat is simpel voor mij. Als ik praat, praat ik met feiten. Toch? En we hebben duidelijk kunnen aantonen. Eerst was het, nee, er komen geen mensen binnen. Het is bewezen, toch? Smakong. Waar hebben wij gelogen? Dus u moet aan die directeur vragen die briefing heeft gedaan. Laat ik komen aangeven waar wij hebben gelogen. En wat kunt u ons zeggen over het vonnis van vandaag? Nou, dus ik heb het nog niet gezien. In depth weet ik dus niet waar het over gaat. Maar het komt erop neer dat de actie van maandag, dat het onrechtmatig was. Dus daar kijken we hoe we ermee omgaan. Maar je begrijpt... En in vakbondstermen betekent dat? Dat die actie van maandag moet worden opgeheven. De rest vult u zelf in. Ja, maar wat is het? Jullie zijn in actie, in beraad of er wordt normaal gewerkt? We waren niet volledig in beraad. Het was zo. Je betaalt me een bepaald deel van mijn loon. Dus ik lever een bepaald deel arbeid. Dus de mensen gingen eerder weg.
En de mensen in de operationele dienst, die begonnen hun werk iets later. Dat was het actiemodel. Er was geen sprake van volledige werkneerlegging. En wat hopen jullie vandaag van de VP? Dat hij met een oplossing komt, want we kunnen echt niet meer onder die stress. We willen werken. We houden van het bedrijf, dat hebben we vanaf dag 1 gezegd. We willen onze schouders onder het werk zetten. Het is een mooi bedrijf. Er zijn goede vooruitzichten. Maar het moet niet ten koste van ons. Ja, hoe is het met u, mevrouw Saaijens? Dat goed, met mij gaat het. Hoe lang zit u bij de SLM? 32 jaar. Ja, en wat kunt u ons vertellen over de huidige situatie bij de SLM? Ik denk dat de basis is dat we voorop stellen dat de SLM een bepaalde positie heeft in deze samenleving. En dat die werknemers zich ervan bewust zijn dat als zaken binnen het bedrijf niet goed lopen. En je daar op een gegeven moment merkt dat er geen dialoog meer, bijna geen dialoog meer mogelijk is omdat er een soort padstelling komt. Dan zoek je naar andere oplossingsmodellen. En de CAO is voor ons een document dat in overleg tussen partijen toch? Tot stand is gebracht. En als we merken dat een van de partijen het pad van de CAO verlaat, dan moet je daar aandacht aan schenken. Ja. Zou je een beeld kunnen schetsen van de huidige situatie binnen het bedrijf? Laten we zeggen, de SLM is in een situatie van herstel. Maar dat herstel kan je niet doen zonder dat je die medewerkers hebt. En als je komt aan rechten die moeizaam zijn opgebouwd van de medewerkers, dan is dat een problematische situatie. En dan probeer je natuurlijk intern eerst een heleboel te regelen, te kijken hoe ver je komt. Maar er zal een moment komen, en dat is ook vanwege je verantwoordelijkheid naar die samenleving, dat je daar toch op een andere manier mee moet omgaan. Dus je moet gewoon vasthouden dat het gaat om basisafspraken die in de CAO zijn verankerd, waar eraan getornd wordt. En daardoor ontstaat er een gevoel van onrechtvaardigheid bij de medewerkers. En de huidige leiding staat niet open daarvoor? Dus weet u, het is moeilijk om te zeggen als de huidige leiding er open voor staat. En het laat me dit ook zeggen. De waarnemend CEO is SLM'er, is één van ons. Maar we gaan ervan uit dat als mensen op een ander niveau functioneren, dat ze vaak soms het pad verlaten dat we met z'n allen eigenlijk hebben afgesproken. En als we dat merken, dan rest er niets anders. Dan op een andere manier daarop. En in die 32 jaren, is dit nieuw wat er nu gebeurt? Of hebben jullie dit meerdere keren toch meegemaakt? Weet u, wie de geschiedenis kent, weet dat er waar er arbeidersbelangen zijn. Dus je hebt werkgever, werknemer. Dan kunnen er conflicten ontstaan. Dus nieuw is het niet. Niet voor de SLM en ook voor geen enkel ander bedrijf. Dus ik zal niet zeggen het is nieuw. Maar soms nemen dingen andere vormen aan. En als dingen andere vormen aannemen, dan moet er ook een ander gepast antwoord komen. Zou je dat kunnen verduidelijken, wat u bedoelt met andere vormen? Kijk, ik gaf het al eerder aan, we zitten in een fase van herstel als maatschappij. Dus alle ogen zijn ook gericht op dat bedrijf. En als wij als werknemers die intern zijn, die weten van wat ligt er aan de basis van dat herstel. You know, kamp sad in Rokoman. Dat is gewoon wat ik helder wil zeggen. Jullie voelen je overgeslagen? We voelen dat ons belang onevenwichtig behartig wordt. En dat kan niet. Want de werknemers, zij zijn de asset in het bedrijf, de belangrijkste asset. En we zijn daar voor onze klanten, maar we kunnen dat niet doen zonder dat werknemersbelangen behartigd worden. Maar jullie zijn nog altijd gemotiveerd en met alle liefde doen jullie het werk? Weet u, liefde komt niet van buiten, liefde komt van binnen. Dus dat heeft niets te maken met die omstandigheden. Liefde voor ons werk zullen we altijd, maar naast hem lobby, is Charun Konjatide. Toch? Omdat Teyushi tak den san no e wakanareti. Dat je moet nu kan tantnappen. Anders ben je debet aan wat er fout gaat. Of ja, jullie zijn nu hier op bezoek bij de vicepresident. Wat verwachten jullie precies? Een goed antwoord. Een goed antwoord, een oplossing in ieder geval. En dat hebben we ook al, ik ben shop steward van de bond. Dat hebben we ook al, eigenlijk sinds we bezig zijn, hebben we dat besproken met de SLM. Laten we zitten, laten we praten. Dat alles een, hoe zeg je het? Eigenlijk moet het een win-win situatie zijn. Het moet alleen zijn vanuit de SLM, win. En wij dus naar de ronde leiden. Kan niet. Je kan niet 100% van me verwachten terwijl ik niet verdien naar mijn werk, naar de uren dat ik moet werken. Kan niet. Ik zit op PH, ik zit op Sanderij. Meneer, ik werk mijn ass uit, sorry. Maar ik ben ook aan moe.
gezegd, laten we zitten en laten we praten. Geef dat aan dat er niet genoeg en goed gecommuniceerd niet. Wordt? Nee, helemaal niet. Er wordt eenzijdig, er wordt niet gecommuniceerd. Er wordt eenzijdig, als het ware, besluiten genomen. Niet gecommuniceerd met de bond. En dat is, dat kan niet. Maar in die 10 jaren, hoorde ik het goed, u zit 10 jaren daar. Nee, ja, in de 10 jaren dat u daar bent, is de situatie nieuw, wat jullie nu meemaken? Of het, hebben is, jullie, ja? Het is erger geworden. Het is erger geworden. Dat leg ik ook, dat heb ik al eerder gezegd. Er moet een stop aankomen, toch? Het is erger geworden. En we kunnen het niet steeds pikken. Er moet een begin zijn. Dus dat is wat ik kan zeggen. Het CAO kan niet vertrapt worden. Dan waarvoor hebben we een CAO? Waarvoor? Heb het niet meer nodig toch? Het kan niet. Het CAO is toch de bijbel van het bedrijf, of niet? Ja, maar alle punten van jullie CAO worden vertrapt? Alles wordt vertrapt. In 1 uitzondering? Ik zeg alles wordt vertrapt. En we zijn een luchtvaartbedrijf. En veiligheid is heel belangrijk binnen de luchtvaart. Maar hopelijk beseft men ook dat als er werknemers rondlopen met in hun hoofd, hoe geef ik mijn kind morgen een broodje mee naar school? Hoe betaal ik de huur morgen? Mijn vrouw moet me onderhouden, want ik kan haar niet onderhouden. Dat soort het menselijkerwijs, dat meegenomen wordt, in, je kan het niet loskoppelen. Dat je aan het werk komt, je staat daar, er wordt van je verwacht dat je veilig bent en men doet alles eraan om veilig te zijn. Maar binnen de luchtvaart noemen we dat human factors. De zorgen kunnen de overhand nemen. En dat moeten we allemaal meenemen, want we willen allemaal veilig zijn en we moeten het voorkomen. Ja. Kijk, het is een luchtvaartbedrijf en jullie zitten in een competitiewereld. Want er zijn ook andere luchtvaartmaatschappijen die vliegen. En we moeten rekening houden dat bepaalde dingen van geheim van ons bedrijf. Als je dat gaat zeggen in de publiciteit, dan maar allemaal go free aan KLM. Ja. Ja, en dat willen we niet hebben. Het bedrijf moet doorgaan. Ja, en daarom gaan we alles eraan doen om het probleem op te lossen, zodat iedereen tevreden is. Ja? Dan gaan we met die groep praten. Maar hou rekening dat we niet alles naar buiten. Nee, ja? Nee, daarom zijn we hier. Ja, als dat het is, we lassen. Nee, maar daarom zijn we hier. Maar goed, dan wil ik jullie uitnodigen, mevrouw Klumpen, met nog 6 mensen, zodat we kunnen praten. Dan ga ik jullie vastkomen, want ik kom niet meer. Aboom, we gaan moeite doen dat alles in orde komt, ja?